Dit lijkt me namelijk echt heel erg leuk om te doen. En mij maak je gewoon echt altijd blij met zo'n outfit. Ja, dan is het toch super vet. Hi allemaal, super leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video op mijn kanaal. Ik kom net terug van Tanzania en dat betekent dat ik nu ineens van zomer daar naar lente in Nederland ben overgeschakeld. En daarom leek het mij super leuk om voor deze video lente items te stylen. En more specifiek zijn lente items die jullie lastig vinden om te stylen. Ik heb namelijk via mijn Instagram gevraagd wat jullie nou lastig vinden om aan te doen in de lente. En deze items wil ik gaan stylen voor jullie. Ik heb er best wel veel binnengekregen, dus ik heb er voor een paar weer uitgekozen. Dit lijkt me namelijk echt heel erg leuk om te doen. En als allereerste item heb ik daarom ook één gekozen die ik zelf al super vaak draag. Dus die zullen jullie waarschijnlijk wel op mij zien gekomen hebben. Dit zijn namelijk de cowboylaarzen. En ik heb zelf deze. Het zijn een zwart paar van de Stradivarius, als ik me niet vergis. En dat zijn echt hele fijne laarzen. En ik ga jullie drie outfits laten zien hoe ik deze stijl. Nog even voor de eerste outfit laten zien. Mochten jullie niet weten wie ik ben. Hi, ik ben Amy en ook super leuk dat jullie kijken. En laten we maar snel beginnen met de eerste outfit. De eerste outfit is een best wel basic. Zoals velen van jullie waarschijnlijk al weten, draag ik heel erg graag van die geruite rokjes. Nu moet ik zeggen dat het niet helemaal zo'n geruite stof. Ik weet niet of je het heel goed kan zien. In ieder geval, ik vind hem wel heel erg leuk. En dan gewoon een basic t-shirt erop. Met zo'n open rug. En of course, onze highlight van heel de outfit. De cowboylaarzen eronder. Ik vind het een hele leuke combi. Geruite rokjes en cowboylaarzen. En mij maak je gewoon echt altijd blij met zo'n outfit. Nu kan het wel eens zijn dat het in de lente heel erg koud nog is. Of dat het heel erg hard waait. En daarom draag ik hier wel eens een blazer op. Ik zal die even aandoen. Dan zien jullie hoe dat eruit ziet. Kijk, en dan is je outfit gewoon helemaal af. De blazer past perfect erbij. En het maakt gewoon de hele vibe af met je mooie laarzen erop. Dus ja, deze eerste outfit zou voor mij al gelijk echt geweldig zijn. Dit is dan de volgende outfit die ik stel met mijn cowboylaarzen, of course. Ik vind dit zelf een hele leuke outfit op zich al. Deze broek heeft zo net dat leuke speelse detail aan de voorkant. Als je wil weten waar deze broek vandaan komt, kijk dan even mijn vorige video. Ik link hem even hier bovenaan in het scherm. Maar deze top ook gewoon echt super leuk vind ik deze. En ja, samen vind ik het best wel een leuke, stoere combinatie. Wat natuurlijk perfect matcht met mijn laarzen. Nu is het zo natuurlijk dat dit best wel koud kan zijn. Dus je kan het natuurlijk ook gewoon doen met een lange skinny jeans. En je laarzen over de broek heen dan. Dat is net zo leuk vind ik zelf. Al moet ik zeggen dat het in de lente vaak wel wat warmer kan zijn. En dat ik het altijd wel fijn vind om een lange mouw aan te hebben. Maar gewoon een korte broek. Ik heb wel nog een heel erg leuk jasje dat hierbij past. Dus die ga ik eerst even aandoen. En dit is dan de outfit met de jas erop. Ik vind deze jas best wel heel erg stoer. Je kan hem ook dicht dragen. Gewoon zo. En dan een riem om je middel. Ik zal het zo even voordoen. Het ziet er ook heel erg vet uit. Maar ik vind het zo ook wel echt lekker. Het is echt best wel een warme jas. Ook al is hij niet zo dik. Dus eigenlijk de perfecte lente jas. Kijk, dit vind ik er dus ook echt super vet uitzien. Nu zou ik wel een ander broekje eronder doen. Misschien iets van een zwarte bikershort. Maar ja, dan is het toch super vet. Ja, ik kan ook echt gewoon eindeloze combinaties maken met cowboy boots, zoals je kan zien. En als laatste outfit heb ik gekozen om een jurkje te stylen met mijn laarzen, of course weer. Dit jurkje is gewoon een van de vele die je kan stylen, want je kan echt zoveel leuke dingen hiermee doen. Je kan zoals mij nu gewoon lekker een los jurkje voor in de zomer doen. Maar je kan dus ook gewoon een jurkje met lange mouwen doen. Een strak jurkje. Heel girly-achtig jurkje. In principe kan je echt alles stylen met cowboylaarzen. Dus het is echt een mega fantastische item voor in je kast te hebben. Je leukt oprecht gewoon al je outfits, om het zo te zeggen, ermee op. En ja, ik zou zeggen, als je nog geen paar hebt, ga ze zeker halen. Ik ben er heel erg blij mee. Deze kwamen, zoals ik zei, dus van de Stradivarius.
En volgens mij hebben ze daar ook super vaak van die sale items van laarsjes. Dus ik zou zeggen, kijk zeker even op die site daarvoor. En dan komen we aan bij het tweede item wat ik met jullie wilde laten zien. En dat zijn spijkerjasjes. Nu heb ik 3 verschillende spijkerjasjes. En ik ga met alle 3 een outfit laten zien. En dan zien jullie hoe het er een beetje uitziet. Dit is de eerste outfit. Het is een witte pantalonbroek. Let even niet op mijn sokken. En een zwarte crop top met van die strikjes aan de zijkant. En dat is dan natuurlijk een best wel nette outfit. En dan doe ik er een lekker oversized donkere spijkerjas op met van die gave opdruk. Om het gewoon weer een leuke speelse outfit te maken. Kijk, zo ziet de rug er ook uit met van die rips eruit. Een soort riem. Ik vind dit spijkerjasje echt super gaaf. Hij heeft ook hele leuke knopen hier zo allemaal in het goud. En het leukt gewoon heel je outfit op. En eerlijk gezegd past hij echt op alles. Dus een oversized spijkerjas is altijd een aanrader. Oké, ik ben altijd zo iemand die in de lente heel graag al korte jurkjes en zo wil dragen. En zoals jullie weten is lente in Nederland niet zo heel erg warm vaak. En daarom combineer ik het vaak met mijn cropped spijkerjasje. Hij heeft hier zo'n opdruk van een libelle. En voor de rest zit hij echt heel erg chill. Hij sluit heel mooi aan, net boven mijn middel. En ja, dit is echt een top item om te hebben. Ik heb nu gecombineerd met zo'n waterval jurkje. En ik vind dat er altijd super mooi en classy uitzien. Dit kan natuurlijk ook gewoon op langere jurk. Dit is gewoon de perfecte layer voor in de lente. En mijn laatste spijkerjasje is misschien nog wel de meest gave die ik heb, vind ik zelf. Het is deze witte met van die studs erop. En ik moet zeggen, ik vind dit echt de perfecte festivaljas eigenlijk. Want het is best wel een warme jas. Hij is lekker lang, lekker oversized en nog steeds super vet. Ik heb hem nu gecombineerd met een compleet zwarte spaghetti bandjes crop top. En een strak zwart rokje. Maar ook deze kan je ook gewoon dragen op strakke skinny jeans of waarop je ook wil. Het is heel makkelijk te combineren en ik vind dit echt gewoon een super leuke jas voor de rest. En dan gaan we over naar de allerlaatste items die ik voor jullie zou stylen. En dat zijn de korte rokjes. Want blijkbaar vonden die best wel veel mensen dat lastig om al te stylen in de lente. Terwijl iedereen die wel wil dragen. Dus ik heb een paar voorbeelden voor jullie. Dit witte rokje is de eerste die ik wilde laten zien. Hij is zo'n beetje geruffeld, meerdere laagjes. En dit is bijvoorbeeld heel erg leuk met gewoon een zwart lange mouwen topje. En bijvoorbeeld hoge laarzen onder, die heb ik nu even niet aan. Maar bijvoorbeeld hoge haklaarzen of cowboylaarzen zoals die van daarnet zijn echt super leuk onder dit rokje. En dan is je outfit gewoon helemaal compleet. Het hoeft echt niet moeilijk te zijn. Doe gewoon een simpel zwart topje erop. Of iets met pofmouwtjes. Ook heel leuk. En dan is die gewoon goed zoals die is. Deze volgende top is ook echt heel erg leuk met dit rokje. Ik vind dit zelf echt een mega cute outfit. Maar ik heb zelf nog iets om het helemaal af te maken. Om het zo te zeggen. Dit is meer een outfit die je zou kunnen dragen in de zomer, maar voor in de lente is dit waarschijnlijk iets te koud. Dus ik zal even mijn jasje erbij pakken. Kijk, dit is toch helemaal geweldig. Zoals best wel veel van jullie waarschijnlijk wel zullen weten, hou ik van geruite rokjes, maar ook van leren jasjes. En eerlijk gezegd is er geen gelegenheid waar je geen leren jasje naartoe kan dragen, vind ik. Dus ik stel dus deze super, nou ja, om te zeggen girly rok met dit topje. Met een leren jasje, gewoon om het af te maken. Lekker 2 stijlen tegen elkaar aan opzetten. Vind ik meestal echt amazing. Dus dit is de outfit die ik ervan zou maken. En dan is dit de allerlaatste outfit die ik wilde laten zien. Het is met dit rokje. Er zit aan één kant zo'n klein splitje in. En het is echt een heel zacht materiaal. En die stijl ik dan met zo'n hemdje. Of hoe noem je dat? Ja, hemdje. Kijk. Dit met een kantelaagje erop. En een soort blazer vestje met 3/4 mouwtjes. Ik vind het een hele nette outfit, maar nog steeds best wel speel. Dit is geen outfit die ik alle dagen zou aandoen. Maar bijvoorbeeld wel naar feestjes of iets in die richting zou ik het wel heel leuk vinden om te dragen. Dus dat was de laatste outfit die ik jullie wilde laten zien.
En met deze outfit sluit ik deze video dan ook af. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden om te zien hoe ik mijn spullen stijl. Ik denk dat ik dit een beetje ieder seizoen ga doen. Dus laat alvast achter wat jij volgende keer wil zien. En of dat jij misschien ook iets wil weten voor een lente styling. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Doei doei!